As always, it's a great privilege for me to be here. Opnieuw, het is een groot voorrecht voor mij om in uw midden te zijn. I have been praying that God would speak to you through His Word. En ik heb gebeden dat de Heere God tot u zal spreken door zijn woord. There are always so many needs in a place like this. Er zijn altijd zoveel noden in een bijeenkomst zoals deze. That the preacher realizes that he cannot say enough words to minister to all the people. En de prediker die beseft zich dan dat hij nooit genoeg woorden kan spreken om aan al, tot al die mensen te spreken, tot al die noden. But many years ago, our Savior, the Lord Jesus Christ, took a few loaves of bread and a few fishes and fed a multitude. Maar toen de Heer Jezus op aarde was, toen heeft hij een paar broden en een paar vissen genomen en daarmee een grote schare gevoed. I pray that he would do the same today. En ik bid dat hij vanmorgen hetzelfde zal doen. Let me just give a brief summary of what we talked about last night. Ik wil eerst een korte samenvatting geven van datgene wat er gisteravond is gezegd. That God is holy and we are called to be holy. Dat onze God heilig is en dat ook wij geroepen zijn om heilig te zijn. But we must understand the meaning of that terminology. Maar dat het belangrijk is dat we begrijpen wat er met die termen wordt bedoeld. Although the holiness of God does denote that he is separate from sin. Het is waar dat de heiligheid van God daarop duidt dat hij afgescheiden is van de zonde. But the word also denotes much more. Maar het woord heilig betekent ook veel meer. He is separate from everything. Hij is afgescheiden van alles dat is. There is no one like God. Er is helemaal niemand zoals God. He is distinct and supreme. Hij is onderscheiden en hij is boven alles. He is above all things. Hij staat boven alle dingen. And therefore he does everything that he does for the great love that he has for his own name and for his own glory. En daarom doet hij alles dat hij doet vanuit de liefde voor zijn eigen naam en tot zijn eigen eer. In philosophy we understand that every action of every reasonable creature ought to have a purpose or an end to it. In de filosofie zeggen we dat elke daad van een redelijk wezen, van iemand die nadenkt, moet ook gedaan worden vanuit een bepaald doel. If someone is doing something and we ask them why and they say they don't know, we consider that foolishness. Als iemand iets doet en wij vragen aan die persoon waarom doe je dat en die persoon die zegt ik weet eigenlijk niet waarom ik dat doe, dan vinden we dat dwaas. Because reasonable creatures should have a reason for what they do. Want mensen die redelijk zijn, die behoren een reden te hebben voor wat zij doen. God being a reasonable being has a reason for all that he does. En de Heere God is ook een redelijk wezen en hij heeft ook een reden voor alles dat hij doet. And it is the highest reason. En de reden van hem is ook de allerhoogste reden. And that is he does everything for his own glory. En dat is dat hij alles doet voor zijn eigen eer en heerlijkheid. If we are to be holy, als wij heilig willen zijn, we must also see God as supreme over all things. Dan is het nodig dat ook wij de Heere God zien als staande boven alles. And we must separate ourselves from the passions of this world and give everything that we are to him. En dat we ons moeten afscheiden van de begeerten van deze wereld en dat we alles wat we zijn aan hem moeten geven. The man who is holy gives himself to God in passion and love for God. Degene die heilig is, die geeft zichzelf aan de Heere God vanuit een passie en liefde voor hem. And the reason for everything that he does is the glory of God. En ook voor deze mens geldt dan dat alles wat hij doet, dat hij dat doet om de Heere God te verheerlijken. Therefore, en daarom, a man can attempt to keep all the rules and the commands of Scripture. Een mens die kan proberen om alle geboden en inzettingen en regels van de Bijbel te onderhouden. A man can be very moral and very religious. Een mens kan heel zedelijk zijn en ook heel religieus. And still not be holy. En nog steeds eigenlijk helemaal niet heilig zijn. Holiness does not simply mean that we are moral or that we keep the rules. Heiligheid betekent dus niet dat we een bepaalde moraliteit volgen en dat we ons aan de regels houden.
Holiness means that we have separated ourselves unto God and we do everything for His glory. Maar heiligheid betekent dat we ons hebben afgescheiden voor de Heer en dat we alles doen tot zijn eer. That we have a passion and a love for Him. Dat we een vuur in ons hart hebben en een liefde voor Hem. It is not just doing the right things in order to be right, but we do the right things for Him. Het gaat er niet om dat je het juiste doet om rechtvaardig te zijn, maar het gaat erom dat alles wat je doet, dat je het doet voor Hem. Because we love the Lord our God with all our heart, soul, mind and strength. Omdat we de Heere God lief hebben met geheel ons hart en onze ziel en onze kracht. This morning I would like to speak with you about the practical applications of holiness. En vanmorgen wil ik tot u spreken over de praktische toepassing van heiligheid. But before I do that, I know that I must speak about something else. Maar voordat ik daarmee begin, weet ik dat ik nog ergens anders over moet spreken. Who are you in Christ? Wie bent u in Christus? What does it mean to be Christian? Wat betekent het om christen te zijn? What happens to the Christian? Wat gebeurt er met de christen? At the moment of his conversion. Op het moment dat hij bekeerd wordt. So many people today seek to follow Christ, but they do not understand what truly happens when they trust him as Lord and Savior. Er zijn zoveel mensen vandaag de dag die Christus proberen te volgen, maar die niet werkelijk begrijpen wat er met hen zelf gebeurt zodra ze op hem vertrouwen als Heer en Heiland. And because they do not understand these truths, they cannot walk in the power and the joy and the life of Christ. En omdat ze die waarheden niet begrijpen, kunnen ze niet wandelen in de kracht en de vreugde en de liefde van Christus. I want you to open your Bible quickly to 2 Corinthians chapter 5. Ik wil u vragen om uw Bijbel te openen bij 2 Corinthians hoofdstuk 5. We're going to read in a moment verses 21 and then verse 17. But by way of introduction, I need to say something first. We gaan zo meteen lezen hoofdstuk 5, 2 Corinthians 5 vers 21 en daarna vers 17, maar eerst moet ik ook nog wat anders zeggen. You must understand that man has only two problems. U moet goed begrijpen dat de mens heeft uiteindelijk maar twee problemen. Only two. Alleen maar twee. The problem of the condemnation of sin. Het probleem van de veroordeling vanwege de zonde. And the problem of the power of sin. En het probleem van de kracht van de zonde. But when you become a Christian, both of those problems are dealt with through the work of God. Maar op het moment dat je christen wordt, dan worden met die beide problemen die worden daarmee opgelost. We find the answer to both of our problems in the works of justification and regeneration. We vinden het antwoord op deze beide problemen in wat de Heer in ons leven doet, in de rechtvaardigmaking en in de wedergeboorte. Let's look for a moment at the first problem, the condemnation of sin. Laten we eerst eens kijken naar het eerste probleem, de veroordeling vanwege de zonde. Prior to coming to Christ, prior to our conversion, our sin stands before God. Voordat we tot Christus zijn gekomen, voordat wij gerechtvaardigd worden, dan staat onze zonde staat voor Gods aangezicht. We were born in sin. We werden geboren in zonde. We practiced sin all the days of our lives. En we deden de zonde alle dagen van ons leven. We were under the wrath of God. En daardoor waren wij onder de toren van God. And we deserved eternal condemnation. En wij verdienden de eeuwige veroordeling. All of this is because of our sin. En dat is allemaal vanwege onze zonde. But in the justifying work of Christ, this problem is solved. It is taken away. Maar in het rechtvaardig makende werk van Christus wordt dit probleem opgelost, wordt het weggenomen. The Son of God becomes a man. De Zoon van God wordt mens. And as a man, en als mens zijnde, the God-man, de God-mens, he lived his entire earthly life in obedience to God.
heeft hij zijn gehele aardse leven geleid in volmaakte gehoorzaamheid aan God. He lived a perfect life. Hij heeft een volmaakt leven geleid. He always heard the Father saying, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Hij hoorde de Vader altijd van hem zeggen, "Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb." He possessed a righteousness of his own. Hij bezat gerechtigheid uit zichzelf. He lived in perfect obedience. Hij wandelde in volmaakte gehoorzaamheid. And he was always perfectly pleasing to God. En hij was altijd volmaakt aan de Heere God welgevallig. Now what you need to realize, nou, wat u ook moet beseffen, is that he not only did that for the glory of God, but he did that for you. Wat u ook moet beseffen is dat hij dat niet alleen heeft gedaan om God te verheerlijken, maar dat hij dat ook heeft gedaan voor u. As the perfect man, als de volmaakte mens, he went to the cross, ging hij naar het kruis. And on the cross he bore your sin. En aan het kruis heeft hij uw zonde gedragen. Now look in verse 21. Nou kijk eens wat er staat in vers 21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Now we have to ask ourselves a question. How did Christ become sin on the cross? Nou, wij moeten ons deze vraag stellen. Hoe is Christus tot zonde gemaakt aan het kruis? Did he become corrupt on the cross? Werd hij zelf verdorven aan het kruis? Did his nature become sinful on the cross? Werd zijn natuur, zijn aard zondig toen hij aan het kruis ging? Absolutely not. Nee, absoluut niet. On the cross he remained the pure and sinless Son of God. Aan het kruis bleef hij de volmaakt reine en zonderloze Zoon van God. But what did happen is this. Maar wat er wel gebeurde is dit. Our sin or our guilt was imputed to him. Onze zonde, onze schuld werd hem toegerekend. The guilt that you carried as an unbeliever. De schuld die u droeg als ongelovige. The guilt because of your sins even after believing. En de schuld vanwege uw zonden nadat u tot geloof bent gekomen. All the sin you have ever committed. Dus alle zonden die u ooit hebt gedaan. All the sin you commit now. Alle zonden die u nu doet. All the sin you will ever commit. En alle zonden die u ooit nog zult begaan. Was imputed to him. Het werd allemaal hem toegerekend. He carried it. Hij heeft het gedragen. That guilt was placed upon the Son of God. Al die schuld werd op hem overgedragen. And then all the judgment and wrath and anger of God that you and I deserved fell upon the Son of God. En alle oordeel en alle toorn en alle boosheid van de Heere God vanwege de zonde die u hebt begaan, die trof de Heer Jezus op dat moment. When he died under the wrath of God. Toen hij stierf vanwege de toorn van God. He paid for all of your sin. Heeft hij betaald voor al uw zonden. Past, present and future. Uit de verleden tijd, uit het heden en uit de toekomst. He took away all your guilt forever. Hij heeft al uw schuld voor eeuwig weggedaan. So that the Christian can no longer be guilty. Zodat de christen niet meer schuldig kan zijn. Ever again. Nooit meer. And he extinguished all the anger or wrath of God against you. En daarmee heeft hij alle boosheid en alle toorn van de Heere God jegens u tot bedaren doen komen, gestild. Now what does that mean? En wat betekent dat? Think about it. Denk daar eens over na. It doesn't just mean by believing in Jesus you get to go to heaven. Dat betekent niet alleen dat door geloof in Jezus naar de hemel zult gaan. It doesn't mean that because you believe in Jesus God now tolerates you. Dat betekent niet dat omdat je nu in Jezus gelooft dat God jou tolereert. But look what it says. Maar kijk eens wat er staat. That we might become the righteousness of God in him. Opdat wij zouden worden
rechtvaardigheid Gods in hem. If you are a Christian, als je een christen bent, you are not only forgiven, dan ben je niet alleen maar vergeven. You not only stand before God completely forgiven. Dan sta je niet alleen maar voor de Heere God volkomen vergeven. But you stand before God in perfect righteousness. Maar je staat dan voor de Heere God in volmaakte gerechtigheid. He sees you as righteous. Hij ziet jou als rechtvaardig. He has declared you to be righteous. Hij heeft jou rechtvaardig verklaard. Once and for all and forever. Voor eens en voor altijd en voor eeuwig. You can only be in one of two spheres. Je kunt je maar in één van beide sferen begeven en bevinden. If you are in the sphere of Adam, you are condemned. Als je je in de sfeer, in de toestand van Adam bevindt, dan ben je veroordeeld. But if you are in Christ, you are pardoned. Maar als je in Christus bent, dan ben je vrijgesproken. Of everything. Vrijgesproken van alle schuld. And you are not only pardoned, but you are declared righteous before God. En je bent niet alleen vergeven, maar je bent ook rechtvaardig verklaard voor God. That's the way he sees you. Dat is de manier waarop God naar je kijkt. Now, you've heard the terminology of being clothed in Christ. Nou, je hebt waarschijnlijk wel gehoord van de uitspraak dat je bekleed mag zijn met Christus. Or bearing the righteousness of God in Christ. En dat je de gerechtigheid van God mag dragen in Christus. What does that mean? En wat betekent dat? Do you remember the perfect life of Jesus Christ that I described to you? Nou, herinner je wat ik net zei over het volmaakte leven, de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus? That from the time of his birth to the time of his death, as a man, the God-man, he lived an absolutely perfect life before God and was always pleasing before him. Dat vanaf het moment dat hij geboren is tot het moment dat hij stierf, dat hij al die tijd volmaakt heilig heeft geleefd en altijd de Vader in alles heeft behaagd. He lived that life for his people. Dat leven heeft hij geleid voor de zijnen. Not only so that he could go to the cross and die for them. Niet alleen opdat hij ook daarna het kruis, dat hij ook het kruis kon dragen en voor hen kon sterven. But so that that perfect life that he lived might be imputed to them. Maar ook opdat dat volmaakte leven dat hij geleid heeft op hen zou worden overgedragen. The moment you believe in Jesus Christ unto salvation. Op het moment dat je gelooft in Jezus Christus en daardoor behouden wordt, you are forgiven of everything by virtue of the cross. Word je vanwege het kruis van alle schuld vergeven. But not only that. Maar dat niet alleen. That perfect life that Jesus lived. Het volmaakte leven dat Jezus heeft geleid is imputed to you. Dat wordt op jou overgedragen. You are dressed in it. Daar word je mee bekleed. You are clothed in Christ. Je mag bekleed zijn met Christus. So now by virtue of the cross God looks at you and always says this is my beloved child in whom I am well pleased. Dus vanwege het kruis is het nu ook voor jou het geval dat als God naar je kijkt dat hij van jou zegt dit is mijn geliefde kind in wie ik mij welbehagen heb. Do you realize that to go to heaven you have to be more than pardoned? Begrijp je dat wil je naar de hemel gaan, dan is er meer nodig dan alleen de vergeving van je zonde. You have to be more than just neutral. Er is meer nodig dan alleen maar neutraal zijn. Who may ascend the holy hill of God, the psalmist asks. Wie mag de heilige berg des Heren bestijgen, vraagt de psalmist zich af. He doesn't say just the one who has been pardoned. En dan staat er niet degene die vergeven is. But the one who is righteous. Maar degene die rechtvaardig is. Who has clean hands. Die reine handen heeft. And a pure heart. En een rein hart heeft. In order to stand before God now and be accepted.
om voor de Heere God te kunnen staan en door hem aanvaard te kunnen worden. In order to go to heaven and stand before God one day. En om naar de hemel te kunnen gaan en straks voor hem te kunnen staan. You must not only be pardoned, you must be perfectly righteous before him without any sin or spot or blemish. Is het nodig dat je niet alleen vergeven bent van je schuld, maar dat je ook volmaakt rechtvaardig bent en dat je zonder enige vlek bent en dat je zonder enige onreinheid bent. And that's exactly what justification does. En dat is precies wat de rechtvaardigmaking doet. The moment you believe in Christ. Op het moment dat je in Christus gelooft. You are pardoned. Ben je vergeven. But also this perfect life of Jesus Christ is imputed to you or given to you. Maar ook het volmaakte leven van Jezus Christus, dat wordt jou toegerekend en dat wordt op jou overgedragen. So that God sees you as the righteousness of God in Christ. Zodat God jou ziet als zijn eigen gerechtigheid in Christus. Let me give you an example from Joseph. Ik wil u een voorbeeld geven uit het leven van Jozef. Do you remember Joseph's father gave him a coat of many colors? Weet je nog dat de vader van Jozef hem een mantel gaf met veel kleuren? Do you remember? Weet je dat nog? And he did not share that coat with his brothers. En hij was niet bereid om dat mooie kledingstuk te delen met zijn broers. But we have a savior who is greater than Joseph. Maar wij hebben een heiland en die is groter en meer dan Jozef. He lived a perfect life of righteousness. Hij leidde een volmaakt rechtvaardig leven. As the Messiah, he was dressed, he was clothed in his own righteousness. Als de Messias zijnde was hij gekleed met zijn eigen gerechtigheid. But when you believed in Christ, maar op het moment dat jij geloofde in Christus, he gave you his coat. Heeft hij jou zijn mantel gegeven. He wrapped you in him. Hij heeft jouzelf in hem, met hemzelf omkleed. So that now you are right with God. Zodat je nu rechtvaardig bent voor God. And you have access to God. En je vrije toegang hebt tot God. And God looks at you. En wanneer God naar jou kijkt. And sees beauty in which he delights. Dan ziet hij een schoonheid waar hij buitengewoon blij mee is. But you say, oh no, no, brother Paul, that's impossible. Maar dan zegt u misschien, oh nee, broeder Paul, dat kan helemaal niet. Because I'm still weak and I still sin. Want ik ben nog zwak en ik zondig nog. But you're looking at you. Maar je kijkt dan naar jezelf. He's looking at what he's done for you in Christ. Maar God kijkt naar wat hij voor jou heeft gedaan in Christus. You need to spend less time looking at your failures and more time looking at the perfect work of God in the cross of Christ. Je moet leren om minder tijd te besteden aan het kijken naar jezelf met je zwakheden en je falen. En dat je meer tijd leert besteden aan het kijken naar wat God voor jou heeft gedaan in Christus. You must understand who you are now in the person of Jesus Christ. Het is heel belangrijk dat je begrijpt wie jij nu mag zijn in de Heer Jezus Christus. You are righteous. Je bent rechtvaardig. God looks at you. God kijkt naar je. And in Christ declares you right with him. En in Christus verklaart hij dat het goed is tussen jou en hem. And therefore you have access. En daarom heb je die toegang. Therefore you can draw near. Daarom kan je heel dicht bij hem komen. Therefore you can draw near without fear. En daarom kan je tot God naderen zonder angst. For perfect love casts out all fear. Want de volmaakte liefde drijft de vrees uit. As I said this morning in the prayer meeting. En zoals ik vanmorgen heb gezegd bij de bidstond. All of this seems almost too good to be true. Het lijkt wel te mooi om waar te zijn. That God has taken away all your sins. Dat God al je zonden heeft weggenomen. That God has imputed to you the perfect righteousness of his own son. Dat God op jou heeft doen overdragen de volmaakte gerechtigheid van zijn zoon. That God loves you with an unconditional, unchanging love. Dat God van je houdt met een onvoorwaardelijke en een onveranderlijke liefde. That your standing before him is not based upon your ability or your performance, but based upon what he's done for you. Dat jij voor hem mag staan, dat is niet gebaseerd
op jou, wat jij hebt bereikt en op hoe goed jij het hebt gedaan, maar op grond van zijn genade. So man has two problems. Dus de mens heeft twee problemen. The first is the condemnation of sin. Het eerste is die veroordeling vanwege de zonde. But there is therefore now no condemnation to those in Christ Jesus. Er is nu dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. We are free. We zijn vrij. Now we come to the second problem. En nou ten aanzien van het tweede probleem. The power of sin. De kracht van de zonde. The power of sin. De kracht van de zonde. God has declared his people righteous in Christ. De Heere heeft zijn volk rechtvaardig verklaard in Christus. But has he done anything for us to help us overcome sin? Maar heeft hij ook iets voor ons gedaan opdat wij de zonde zouden kunnen overwinnen? The answer is yes. En het antwoord is ja. It is regeneration. En dat noemen wij de wedergeboorte. Now read in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Nou, we gaan samen lezen 2 Korintiërs 5 vers 17. If anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, behold new things have come. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. The moment you believe in Christ, you are justified. Op het moment dat je gelooft in Christus, ben je gerechtvaardigd. But the work of salvation also involves regeneration. Maar Gods heilswerk houdt ook in dat hij jou opnieuw geboren doet worden en je een nieuwe schepping maakt. Being born again. Dat je opnieuw geboren wordt. But do you know what that means? Weet je wat dat betekent? What happens when a person is born again? Wat gebeurt er als iemand opnieuw geboren wordt? Paul tells us. Paulus laat dat duidelijk zien. He says they become a new creature. Ze worden een nieuw schepsel. Now is this just poetry? Is dit poëtische taal? Is Paul just wanting to say something very pretty but with no meaning? Wil Paulus hier iets zeggen dat heel mooi klinkt maar niet echt betekenis heeft? What does it mean? Wat betekent het? It means that the Christian by the regenerating power of the Holy Spirit has supernaturally become a new creature. Het betekent dat de christen door de wedergeboorte, door het bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest, werkelijk een nieuw mens is geworden. Not only are you not the same person anymore, you're not even the same creature anymore. Het is niet alleen zo dat je niet meer dezelfde persoon bent, je bent zelfs niet meer hetzelfde schepsel. You have been changed. Je bent veranderd. What has been changed? Wat is er dan veranderd? Your very nature has been changed. Je natuur, je aard is veranderd. There has been an ontological change. Er heeft een verandering plaatsgevonden in wie je werkelijk bent. Now the word ontology comes from the Greek word ontos. Ja, het woord ontologie dat komt van het Griekse woord ontos. And it refers to the very being of a human. En dat heeft te maken met wie een mens in wezen is. The very essence of who you are. Het meest wezenlijke van wie je bent. Now listen to me. Nou luister. When the Holy Spirit regenerated you. Op het moment dat de Heilige Geest jou opnieuw geboren heeft doen worden. He changed the very essence of who you are. Heeft hij jouw wezen, wie je werkelijk bent, heeft hij veranderd. And you really became something different. En je bent werkelijk iemand anders geworden. A new creature. Een nieuw schepsel. The Old Testament describes it this way in Ezekiel 36. Het Oude Testament beschrijft het op deze wijze in Ezekiel 36. He took out your heart of stone. Hij heeft jouw stenen hart uit jou weggenomen. Now what does it mean, heart of stone? Wat betekent dat, een hart van steen? Let's say that I have a statue here of the biggest, strongest man in Holland. Stel je voor dat ik hier een standbeeld zou hebben van de sterkste en de grootste man van Nederland. He's very tall. Hij is heel lang. Many muscles. Hij heeft veel spieren.
And he's a, I have a statue of him, a stone statue. En hier heb ik een stenen beeld van deze man. I can walk up to that statue and I can slap it. Ik kan naar dat standbeeld toe lopen en dan kan ik een klap tegengeven. And I can kick it. En ik kan er tegen schoppen. And I can pinch it. En ik kan knijpen. And it's not going to do anything. Maar dat standbeeld zal mij niets doen. Because it's stone. Omdat het van steen is. It's dead. Het is dood. It cannot respond. Het kan niet reageren. But you bring the living version of that stone statue. Maar als we de man zelf hier zouden halen. And I kick him. En ik schop hem. And I slap him. En ik sla hem. And I pinch him. En ik knijp hem. He's gonna pick me up and throw me over the room. En dan pakt hij mij en dan gooit hij me hier door deze kamer. He's alive. Hij leeft. He can respond. Hij kan reageren. That is what has happened to you if you are Christian. En dat is wat er met jou is gebeurd als jij een christen bent. God has taken out that dead heart of yours. De Heere God heeft dat dode hart van jou heeft hij weggenomen. That sin loving heart of yours. Dat hart dat de zonde lief heeft. And he has taken it out. En dat heeft hij eruit genomen. And he has replaced it with a heart of flesh. En hij heeft daarvoor in de plaats gegeven een hart van vlees. That responds to him. Dat antwoord geeft op hem. That delights in him. En dat zich verheugt in hem. He has made you a new creature. Hij heeft jou een nieuw schepsel gemaakt. Sometimes I'll hear Christians talking like this. Soms hoor ik christenen als volgt praten. They'll say, "Oh, brother Paul." En dan zeggen ze, "Oh, broeder Paul." I'm just a filthy, wretched sinner. Ik ben een vuile, verschrikkelijk slechte zondaar. My heart is so wicked. Mijn hart is zo slecht. I love sin. Ik hou van zonde. And I say, well, let me ask you a question. Nou, dan wil ik je een vraag stellen. Just what did God do to your heart when he saved you? Wat heeft God met je hart gedaan toen hij jou de behoudenis gaf? What did he do to your heart when he regenerated you? Wat heeft God met je hart gedaan toen je opnieuw geboren werd? Because it appears to me he's done nothing. Want het lijkt erop alsof hij niks heeft gedaan. The Bible says that in Adam you were born with a God-hating heart. De Bijbel zegt dat in Adam je geboren bent met een hart dat God haat. Do you still hate God? Heb je nog steeds een hekel aan God? Nee. Well, the Bible says that you were born with a heart that loved sin more than anything. De Bijbel zegt dat je geboren bent met een hart dat meer van de zonde houdt dan van wat dan ook. Do you still love sin? Hou je nog steeds van zonde? Well, brother Paul, I sin. Nou, broeder Paul, ik zondig. But that wasn't my question. Ja, maar dat was niet mijn vraag. I didn't ask you if you still sin. Ik vroeg je niet of je nog zondigde. I asked you, do you still love it? Ik vroeg of je nog steeds houdt van je zonde. Just what does God do to a man when he regenerates his heart? En wat doet God met een mens wanneer hij zijn hart verandert? Just what does God do to a man when he makes him a new creature? Wat doet God met een mens wanneer hij van hem of haar een nieuwe schepping maakt? Because I hear a lot of Christians talking as though God's done nothing to them. Want ik hoor een hoop christenen praten alsof God helemaal niets met hen heeft gedaan. And I think they've learned some language from other people and they really don't understand what they're talking about. En ik heb about. De indruk dat ze een bepaald taalgebruik van andere mensen hebben overgenomen, maar dat ze niet echt begrijpen waar ze over spreken. What does the scripture say? Maar wat zegt de Bijbel? You have become a new creature. Je bent een nieuw schepsel geworden. He has taken out your sin-loving heart. Hij heeft dat hart dat zo van de zonde houdt, dat heeft hij eruit genomen. And he has put in its place a new heart. En daarvoor in de plaats heeft hij een nieuw hart gegeven. Recreated in the image of God. Je bent herschapen in het beeld naar het beeld van God. In true righteousness and true holiness. Je ware gerechtigheid en ware heiligheid. You have been changed. Je bent veranderd. And you say, well, brother Paul, if I've been changed. Dan zeg je, maar broeder Paul, als ik veranderd ben. Then why do I still struggle with sin? Waarom worstel ik dan nog met zonde? Some people explain it this way. Sommige mensen leggen het als volgt uit. You have two natures. Ja, je hebt twee naturen. It's as though you're schizophrenic. Het is alsof je schizofreen bent. According to scripture, there's only one person who's ever had two natures. Maar volgens de Bijbel is er maar één persoon geweest die twee naturen had. That's Jesus Christ. En dat is Jezus Christus. He had a divine nature. Hij had een goddelijke natuur.
a human nature, en een menselijke natuur. In one person. In één persoon. The Bible doesn't speak of two natures in the believer. Maar de Bijbel spreekt niet van twee naturen in de gelovigen. Ezekiel does not say, I will put a heart of flesh beside your heart of stone. Ezekiel zegt niet, ik zal een hart van vlees en bloed geven naast een stenen hart. He doesn't say, I'll put a new heart beside your old heart and they two can fight. Er staat niet, ik zal een nieuw hart geven naast je oude hart, zodat die twee met elkaar in strijd zijn. He says, I'll take out your old heart. Maar er staat, ik neem dat oude hart weg. And I'll put in a new heart. En ik geef je een nieuw hart. Now go to Romans chapter 6 for a moment. Nou, laten we kijken naar Romeinen hoofdstuk 6. Vers 6. Knowing this, that our old self was crucified with him. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. In order that our body of sin might be done away with. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. So that we would no longer be slaves to sin. Zodat wij niet meer de zonde dienen. Now he doesn't say, I'm going to put a new self along beside your old self that's still alive. Nou, er staat hier niet dat de Heere een nieuwe zelf geeft naast onze oude zelf. But he says, I have crucified the old self. Maar er staat dat het oude zelf of de oude mens is gekruisigd. It was crucified with Christ. De oude mens is met Christus gekruisigd. So that the body and power of sin in your life might be done away with. Zodat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. You have been buried with Christ. Je bent begraven met Christus. The old man has been buried. De oude mens is begraven. So that you might now rise up and walk as a new man. Zodat je in nieuwheid des levens kan wandelen. Because that's what you really are. Want je bent een nieuw mens. Now what is this saying in Romans 6? Nou, wat zegt Romeinen 6? How is it that we've been crucified, that the old man has been crucified with Christ? Hoe is het dat wij met hem zijn gekruisigd en dat onze oude mens met hem is gestorven? I believe he's talking about regeneration again. Ik geloof opnieuw dat hij het hier heeft over de wedergeboorte. That is only possible through the cross. Dat alleen maar mogelijk is door het kruis. Through the cross of Jesus Christ. Door het kruis van de Heer Jezus Christus. The obstacle of sin has been removed. Het obstakel van de zonde, dat is weggenomen. So that God might justly work in you. Zodat God in jou kan werken. And through the cross of Christ, he sends his spirit and regenerates you. En door het kruis van Christus zendt God zijn geest en maakt jou een nieuw mens. The moment you were born again. Op het moment dat je opnieuw geboren bent. The heart of stone was removed. Op dat moment is dat hart van steen weggenomen. That heart that loved sin and hated God was removed. Dat hart dat de zonde lief heeft en God haat, dat hart is weggenomen. And a new heart was put in its place. En een nieuw hart is gegeven. One recreated in the image of God that loves righteousness and loves holiness. En dat nieuwe hart dat is geschapen in het beeld van God en dat nieuwe hart dat houdt van de gerechtigheid en dat houdt van heiligheid. Before you are in Christ, you are controlled by a sin-loving, God-hating, wicked nature. Voordat je in Christus bent, word je beheerst door een natuur die de zonde en het kwaad lief heeft. And that is who you were. En dat is ook wie jij was. A wicked, depraved, God-hating, sin-loving sinner. Een slechte, verdorven, zondeliefhebbende en Godhatende zondaar. But when God did a work of regeneration in your heart, maar toen God een werk van regeneratie in je hart heeft gedaan, you became a new creature, ben je een nieuwe schepping geworden. Loving God, die God lief heeft. Loving righteousness, en die de gerechtigheid lief heeft. Hating sin, en de zonde haat en verafschuwt. And with the power to walk in the newness of life. En bekleed met de kracht om in nieuwheid des levens te wandelen. Now you say to me, okay, brother Paul, then we're new creatures with a new nature. Okay, broeder Paul, we zijn dus een nieuwe schepping met een nieuwe natuur. That in the very essence of who I am,
I now am a creature that loves God and loves righteousness. Dus in wie ik nu in wezen ben, ben ik nu een schepping die God lief heeft en die de gerechtigheid lief heeft. Then why do I still sin? Hoe kan het dan dat ik nog steeds zondig? Why do I still struggle with sin? En waarom worstel ik nog steeds met zonde? It is not because you are a schizophrenic with two natures. Dat is niet omdat je een schizofreen bent met twee naturen. But it is because, although you are a new creature. Maar het is wel vanwege het feit dat ook al ben je een nieuwe schepping, recreated in the image of God, herschapen naar het beeld van God, who loves righteousness and loves God, die nu de Heere God lief heeft en de gerechtigheid lief heeft. And although you are a person who stands before God in perfect righteousness because of the cross of Christ, en zelfs nu je nu je iemand bent die volmaakt rechtvaardig voor de Heere God mag staan, you still dwell in a body of unredeemed flesh. Je woont nog steeds in een lichaam van niet verlost vlees. But this body of unredeemed flesh is not who you really are anymore. Maar dit lichaam des vleeses, dat is niet wie jij nog werkelijk bent. Let me give you an example. Laat me u een voorbeeld geven. Last August, my mother died. Afgelopen augustus is mijn moeder overleden. She'd been a Christian for 64 years and she went home to be with the Lord. Ze is een christen geweest 64 jaar lang en ze is naar de Heere naar huis gegaan. She was laying on the bed. En ze lag op bed. And I was there holding her. En ik was daar en ik hield haar vast. When she breathed her last breath. Ik was erbij toen ze haar laatste adem uitblies. She was no longer in that body. Ze was niet langer in dat lichaam. She left it. Ze heeft het toen verlaten. What we put in the ground was not my mother. Wat wij daarna hebben begraven, dat was niet mijn moeder. The real Barbara Washer, my mother, left that body and went to be with the Lord. De werkelijke Barbara Washer heeft dat lichaam verlaten en is heen gegaan naar de Heer. And her body went to the grave to rot. En haar lichaam is naar het graf gegaan en zal daar verder verderven. So the person of Barbara Washer was not that body of flesh. Dus de persoon Barbara Washer was niet dat vleeselijke lichaam. The person, the essence, the heart, the nature of Barbara Washer went to be with the Lord. Maar wie Barbara Washer werkelijk was, haar wezen, wie zij in wezen was, is naar de Heer gegaan. In the same way. Evenzo. You dwell in this body of flesh. Woon jij nog in dit lichaam des vleeses? And yes, it is still unredeemed. En dat is nog niet verlost. And it is still corruptible. En dat is nog steeds verderfelijk. And it is still inclined to sin. En dat is nog steeds geneigd tot de zonde. And it will one day die. En op een dag zal dat sterven. And it will rot in the grave until the resurrection. En dat zal dan wegrotten in het graf tot de dag van de opstanding. But it is not who you are. Maar dat is niet wie jij bent. You live in a fallen body. Je leeft in een gevallen lichaam. But it's not who you are. Maar dat is niet wie je werkelijk bent. You live in a body that was born in sin. Je leeft in een lichaam dat in de zonde werd geboren. You live in a body that has ingrained habits of sin. En je leeft ook in een lichaam dat diep ingesleten gewoonten van zonde heeft. You live in a body of flesh that has been trained in sin. En je leeft in een lichaam dat als het ware getraind is in bepaalde zonden. But it's not who you are. Maar dat is niet wie jij bent. Because in your very essence you are new. Want wie jij in wezen bent, daarin ben jij nieuw. You are a new creature. Je bent een nieuwe schepping. And you do love God. En je hebt de Heere God lief. And you do desire righteousness. En je verlangt ten diepste naar gerechtigheid. And because you are a new creature. En omdat je een nieuwe schepping bent. You struggle against sin now. Daardoor worstel je en strijd je tegen de zonde nu. Before your conversion you hated God. Voordat je tot bekering kwam had je een hekel aan God. But now you love God. Maar nu heb je hem lief.
And you struggle against a body of flesh. En je worstelt tegen dit lichaam des vleeses. Before you were a Christian, you loved sin. Voordat je christen werd, had je de zonde lief. But now if you are a Christian, you hate sin. Maar nu als christen zijnde heb je een hekel aan de zonde. And the fact that you now hate sin proves that God has really done a work in your life. En het feit dat je nu een hekel hebt aan de zonde is het bewijs dat God werkelijk iets in je leven heeft gedaan. And the struggle you have with sin is proof that you really are a new creature. En de worsteling die jij hebt met de zonde is in feite een bewijs dat je een nieuwe schepping bent geworden. Let me give you an example. Nou, laat me je een voorbeeld geven. Let's say that we have a lost man. Laten we ons voorstellen iemand die verloren is. And he's leaving for work. En hij gaat het huis uit om naar zijn werk te gaan. And it's raining outside and he's late for work. En het regent buiten en hij is laat. And he's got all his books and suitcases under his arms. En hij heeft boeken onder zijn arm en hij heeft zijn koffertje in zijn andere arm. And he's frustrated and afraid that his boss is going to be mad. Hij is nogal gefrustreerd en gehaast en bang dat zijn baas boos zal worden. And right when he gets ready to leave. En op het moment dat hij op het punt staat om weg te gaan. His wife comes out. Dan komt zijn vrouw eraan. Out of bed. Die komt uit bed. With her hair looking like Medusa. Met haar haar dat lijkt op Medusa. And with those big fuzzy shoes on that women wear after they're married. En met die enorme grote pantoffels aan die vrouwen dragen nadat ze getrouwd zijn. And she looks like Godzilla with lipstick on. Like who? Godzilla. Godzilla? The Japanese monster Godzilla. Oh. En ze lijkt op een of ander Japans monster met lippenstift op. And she says, "Honey, will you take out the trash?" En ze zegt: "Lieverd, wil je alsjeblieft de vuilnisbak naar buiten rijden?" And he turns around. En hij draait zich om. He says, "What's wrong with you?" En hij zegt tegen zijn vrouw: "Wat mankeert jou? Can't you see I'm late?" Zie je dan niet dat ik laat ben? My boss is mad. En mijn baas wordt boos. You always do this to me. En dit soort dingen doe je me altijd aan. You take out the trash. Zet jij die bak maar buiten. And comb your hair. En ga je haar kammen. And he walks out the door. En hij gaat de deur uit. And he feels completely justified. En hij voelt zich daar volkomen rechtvaardig bij. He's not bothered. En het zit hem helemaal niet dwars. Goes to work. Hij gaat naar zijn werk. Mad at his wife. Boos op zijn vrouw. No problem. Maar is geen probleem. A few months later, he's converted. Een aantal maanden daarna komt hij tot bekering. So one morning he gets up as a true Christian. Hij staat op en hij is nu een echte christen. He's been going to church, going to Bible study, learning the things of God. Inmiddels gaat hij naar de kerk en hij zit op een Bijbelstudiegroep en hij leert over de dingen van de Heere God. I mean, he's really been converted. Hij heeft echt een bekering plaatsgevonden. Well, he gets up one morning and he's late for work. Dus hij staat 's morgens op en hij is laat. And it's raining outside. En het regent buiten. And he's got all his books under his arm. En hij heeft al die boeken onder zijn armen. And he's getting ready to walk out the door. En hij staat op het punt om het huis te verlaten. And his wife gets up. En zijn vrouw komt op. Staat op. And although he's been converted, his wife still looks like Godzilla. En ook al is hij tot bekering gekomen, zijn vrouw ziet er nog steeds uit als dat monster uit Japan. And she says, "Honey, will you take out the trash?" En zij zegt op dat moment: "Lieverd, wil je alsjeblieft de vuilnisbak naar buiten rijden?" And he turns around. En hij keert zich tot haar. And he says, "What's wrong with you?" En hij zegt: "Wat mankeert jou? Don't you know I'm late for work?" Begrijp je dan niet dat ik laat ben? You always do this. Je doet altijd dit soort dingen. Take out the trash yourself. Zet die vuilnisbak zelf buiten. And comb your hair. En kam je haar. And put on some makeup. En gebruik wat make-up. But this time something happens. Maar op dat moment gebeurt er iets. It's like a sword going through his heart. Het is alsof er een zwaard door zijn hart gaat. Sin. Een zonde. He sees it. Hij ziet het nu. It makes him sick. Hij wordt er eigenlijk ziek van. And maybe he apologizes. En misschien dat hij gelijk al zijn excuses aanbiedt. But maybe he doesn't. Misschien doet hij dat niet gelijk. And he's going to the car. En dan gaat hij naar zijn auto. And he's miserable. Maar hij voelt zich ellendig. And he feels the guilt. En hij voelt zich schuldig. And he feels dirty. Hij voelt zich onrein. But he still fights against it. Maar hij strijdt er nog tegen. And he goes to work.
Hij gaat naar zijn werk. And he's miserable. Maar hij voelt zich niet fijn. He can't stand it. Hij kan het eigenlijk niet meer hebben zo. And finally he picks up the phone. En uiteindelijk neemt hij de telefoon. And he calls his wife. En hij belt zijn vrouw. And says, "Honey, please forgive me." En hij zegt, lieverd, wil je me alsjeblieft vergeven? I was so wrong. Ik zat ernaast. I've sinned against you. Ik heb tegen je gezondigd. And I've sinned against God. En ik heb daarmee ook tegen God gezondigd. And I am so sorry. En het spijt me zo. Please forgive me. Wil je me alsjeblieft vergeven? And he gets down on his knees. En dan knielt hij. He says, "Oh God." En zegt hij, "Oh God." I've lost my peace. Ik ben mijn vrede kwijt. I feel like I can't even breathe. Het is alsof ik niet eens meer kan ademhalen. Take away my guilt. Wilt u alsjeblieft mijn schuld wegnemen? Forgive me. Wilt u mij vergeven? Now what's happened? Wat is er dus gebeurd? He's a new creature. Hij is een nieuwe schepping. He can't live like he lived before. Hij kan niet meer doorleven zoals hij eerder wel heeft geleefd. There has been a real fundamental change to his heart. Er heeft een werkelijke fundamentele verandering plaatsgevonden in zijn hart. He is now a saint. Hij is nu een heilige. He is now a child of God. Hij is nu een kind van God. He has a new heart that loves God. Hij heeft een nieuw hart gekregen dat naar God uitgaat. A new heart that loves righteousness. Een hart dat de gerechtigheid lief heeft. A new heart that hates sin. En een hart dat een hekel heeft aan de zonde. But when he sins, maar als hij zondigt, he can't bear it anymore. Dan kan hij dat niet verdragen. Because God has made him into a new creature. Omdat God hem gemaakt heeft tot een nieuw schepsel. And the power of sin is being broken in his life. En de kracht van de zonde is verbroken in zijn leven. Does that describe you? Is dat een beschrijving van jou? And then as he begins to grow in the things of God. En dan terwijl hij begint te groeien in de dingen van de Heer. Since he is a new creature, he begins to become more and more sensitive to righteousness and sin. Omdat hij een nieuwe schepping is, zal hij steeds meer gevoelig worden voor wat rechtvaardig is en ook voor wat zondig is. And his spirituality becomes more refined. En hij, er vindt een verfijning plaats in zijn geestelijke leven. So that things that didn't even seem like sin when he was a young Christian are now very serious things to him. Zodat dingen die voor hem toen hij nog maar net christen was niet eens zonde waren, nu voor hem wel zonde worden. Because he's being changed from glory to glory. Omdat hij van heerlijkheid tot heerlijkheid aan het veranderen is. That is what salvation is about. En dat is waar het heil over gaat. And I so want you to see this. En ik wil zo graag dat jij het ook vanmorgen ziet. Let me give you an illustration from Charles Spurgeon. Ik wil je een voorbeeld geven van Charles Spurgeon. Let's say that in the back of the auditorium I have two pigs. Laten we ons voorstellen dat we hier achter in deze grote zaal dat er twee varkens zijn. Two dirty, nasty, stinky pigs. Twee vuile, lelijke, stinkende varkens. Well, that sounds bad in that in your language. And I tell you, I say, let the pigs go. And you let them go. En ik zeg tegen u, laat deze varkens gaan. And on this side of me, I have a big, big table full of garbage and filth. En hier aan deze kant heb ik een tafel vol met vuilnis en vuiligheden. And over here I have a table of the best food in Holland. En hier aan de andere kant staat een tafel met het meest lekkere en het beste eten wat je maar kan vinden in Nederland. And we let the pigs go. En we laten de varkens gaan. Where are they going to go? Of we laten ze los. Waar zullen ze heen gaan? I was raised on a farm. Ik ben opgegroeid op een boerderij. I know exactly where they're going to go. Ik weet precies waar ze naartoe gaan. They're going to go straight for the garbage. Ze gaan recht op het vuil af. Not only are they going to eat it, they're going to jump in it. Ze zullen het niet alleen opeten, ze zullen zich erin onderdompelen. And they're going to be eating it and eating it. En ze zullen het eten en eten. And they're going to be very happy. En ze zullen zich daar heerlijk bij voelen. They're going to be wiggling their little tails. En terwijl ze dat doen, gaat hun staartje heen en weer. Why? Waarom? Because they're pigs. Omdat het varkens zijn. It's their nature. Het is hun natuur. Pigs love garbage. Varkens houden van troep. And they're not ashamed of it.
En ze schamen zich er niet voor. But let's say that I look at those two pigs. Maar stel je voor dat ik kijk naar die twee varkens. And I have the power to change them into men. En ik zou de macht hebben om hen te veranderen in mensen. And I look at one of the pigs. En ik kijk naar een van die twee varkens. And I say, become a man. En ik zeg tegen dat ene varken, word een mens. The moment that one pig becomes a man. Op het moment dat dat ene varken een mens wordt. What's going to happen? Wat gebeurt er dan? He is going to throw himself out of that garbage. Hij zal onmiddellijk uit die vuiligheid vandaan willen komen. And he is going to begin to vomit up the garbage that he was eating with delight. Hij zal er ook uittreden en hij zal ook alles wat hij aan vuiligheid tot zich heeft genomen zal hij uitbraken. He is going to be sick and repulsed by what he sees. Hij zal het ziekelijk vinden en hij zal het verafschuwen wat hij hier ziet. And he's going to turn around and look at you and be ashamed. En hij zal zich keren tot jullie en zich schamen. I just described your conversion. Ik heb zojuist je bekering beschreven. Before becoming a Christian, voordat je christen werd, we were sinners by nature. Waren wij van nature zondaars. By nature we were children of wrath. Van nature waren wij kinderen des torens. Sons of disobedience. Zonen der ongehoorzaamheid. Children of the devil. Kinderen van de duivel. We hated God. We hadden een hekel aan God. We hated righteousness. En aan de gerechtigheid. And we loved sin. En we hielden van de zonde. We loved moral filth. We hielden van morele vuiligheid. But the moment we were changed. Op het moment dat we werden veranderd. The very things that we loved. De dingen waar we eerder van hielden. We begin to hate. Die beginnen we te haten. And the God that we ignored, we began to love. En de God waar we vroeger helemaal geen aandacht aan besteden, die beginnen we nu lief te hebben. We became new creatures. Omdat we nieuwe schepselen zijn geworden. With a new heart. Met een nieuw hart. Now, let's say that man forgets for a moment who he is. Nou, laten we ons voorstellen dat deze man op een gegeven moment vergeet wie hij is. And let's say that the other pig talks to him and tries to convince him to come back to eat some garbage. Stel je voor dat andere varken dan tegen hem begint te praten en hem begint uit te nodigen om weer van die vuiligheid te eten. He knows it's wrong. Hij weet dat het fout is. But he's tempted. Maar hij wordt wel verleid. And so he sticks his head back in the garbage. Dus hij steekt op een gegeven moment zijn neus weer in die troep. And he takes a bite. En hij hapt. And the moment he does, he is disgusted once more. En op het moment dat hij dat doet, dan voelt hij zich weer verschrikkelijk. Because there are things that a pig can eat that a man simply cannot eat. Want er zijn een heleboel dingen die een varken wel kan eten die een mens gewoon niet kan eten. His nature won't allow him. Zijn aard staat dat niet toe. In the same way. En evenzo. A man is converted. Een mens wordt bekeerd. Well, let's use you as an example. Nou, laten we gewoon jou als voorbeeld nemen. If you are Christian. Als jij een christen bent. There was a time when you loved sin. Er was een tijd dat je hield van de zonde. And you were under the power of sin. En dat je ook onder de macht van de zonde was. But God did a work in your life. Maar God heeft een werk in je leven gedaan. And he changed you. En hij heeft je veranderd. Do you remember that? Weet je dat nog? Has that been your experience? Is dat jouw ervaring ook? That there was a fundamental change happened in your life through Jesus Christ. Dat er een grondige verandering in je leven heeft plaatsgevonden door Jezus Christus. It's not that you just decided to live a different way, but you really became a new person. Niet alleen dat je op een bepaald moment besloten hebt om op een andere manier te gaan leven, maar dat je iemand anders bent geworden. And you started to walk in a newness of life. En dat je in nieuwheid des levens begon te wandelen. But although you desire righteousness and desire God, there's still a great struggle. Maar ook al heb je een verlangen naar de gerechtigheid en een verlangen naar God, is er nog steeds strijd. And sometimes you give in to temptation. En soms geef je ook wel toe aan verleiding. But when you do sin, maar als je dat dan doet, it disgusts you.
dan word je er ziek van. It shames you. En dan schaam je ervoor. It makes you almost sick. En je wordt er bijna ziek van. Why? Waarom? You are a new creature. Omdat je een nieuw schepsel bent. Now sometimes I hear preachers saying this. Nou, soms hoor ik predikers als volgt prediken. Oh, sin is fun for a season. Oh, van de zonde kan je wel een tijd genieten. And we're just sin-loving people. En wij zijn gewoon mensen die de zonde lief hebben. And we've got to resist the delights of temptation and sin. En wij moeten tegen die liefde voor de zonde moeten we ingaan. That's just wrong. Dat klopt gewoon niet. Do you honestly think sin is fun? Denk je werkelijk dat zonde iets is om van te genieten? I don't. Ik niet. Do you honestly desire to rebel against God? Heb je werkelijk een verlangen Do you really? Om te rebelleren tegen God? Are you constantly looking for ways to rebel and not get caught? Ben je voortdurend op zoek naar wegen waarop je tegen God kan rebelleren en niet daarop gepakt kan worden? Is sin more delightful to you than righteousness? Is zonde voor jou een grotere vreugde dan de gerechtigheid? If that's true, then I wonder if God's even done a work in your life. Als dat zo is, dan vraag ik me af of God echt een werk in je leven heeft gedaan. Sin is not fun for the believer. Want zonde is geen vreugde voor de gelovigen. It leads to death. Het leidt tot de dood. It's disgusting. Het is walgelijk. And when the true believer does sin, en als de echte gelovige wel zondigt, he hates what he's done. Dan haat hij wat hij heeft gedaan. And he's miserable. En voelt hij zich ellendig. Why? Waarom? Because he's a new creature. Omdat hij een nieuw schepsel is. I was converted when I was 21. Ik ben tot bekering gekomen toen ik 21 was. At the University of Texas. Ik studeerde aan de Universiteit van Texas. Prior to that, I was a very just bad person. Daarvoor was ik een slecht mens. Totally and completely self-centered. Ik was volkomen op mijzelf gericht. I didn't care about anybody but me and I didn't care who I hurt. Ik gaf eigenlijk om niemand anders dan om mijzelf en het maakte me niet uit wie ik pijn deed. I used people for my own plans. Ik gebruikte mensen voor mijn eigen doeleinden. Used my friends. Ik gebruikte mijn vrienden zelf. Used girls. Ik gebruikte meisjes. Used everything. Alles gebruikte ik. I drank all the time. Ik dronk veel. And I would do things and then wake up in the middle of the night and try to make a resolution to never do them again. En dan deed ik dingen, deed slechte dingen, werd ik midden in de nacht wakker en dan zei ik tegen mezelf, dat moet ik niet meer doen. Totally and completely under the power of maar sin. Ik was volkomen onder de macht van de zonde. And totally and completely condemned. En ik was ook volledig veroordeeld. But one day someone shared with me about Jesus Christ. Maar op een dag deelde iemand met mij over Jezus Christus. And over the weeks to come, looking at the scriptures, I saw that what God said about me was true. En de weken daarna heb ik de Bijbel bestudeerd en ik zag wat de Bijbel daar zegt over mijzelf, dat waar is. But then one day, Christ became precious to me. En op een dag werd de Heer Jezus Christus mij dierbaar. I saw my sin. Ik zag mijn zonde. But I also saw Christ. Maar ik zag ook Christus. Revealed in the scriptures. Geopenbaard aan mij door de schriften. And I believed. En ik kwam tot geloof. I saw that he was my savior. Ik zag dat hij mijn heiland, mijn redder is. And everything was just new. En alles werd nieuw. It wasn't that I put out a list of rules and decided I was going to try to follow them. Het was niet zo dat ik een lijst met leefregels opstelde en besloot dat ik volgens die leefregels wilde gaan leven. I just became a different person. Maar ik werd een nieuw mens. A young, immature Christian. Een jonge, onvolwassen Christen. But inside, really different. Maar van binnen echt veranderd. How could I go from one day just loving sin and self to the next day hating sin and self and loving God? Hoe is het mogelijk dat ik
van de ene op de andere dag veranderde in iemand die de zonde lief had, naar iemand die de Heer God lief had. It's the regenerating work of the Holy Spirit. Dat is het herscheppende werk van de Heilige Geest. At that moment, did I become sinless? Werd ik daardoor zondeloos? Absolutely not. Nee, absoluut niet. But my relationship to sin changed. Maar mijn relatie tot de zonde veranderde. What I had loved, I now hated. Waar ik voorheen van hield, had ik nu een afschuw van. And the sin that I wanted to do before, I no longer wanted to do. En de zonde die ik eerder wilde doen, die wilde ik nu niet meer doen. But when I did sin, en als ik daarna wel zondigde, it almost killed me. Dan ging ik daar bijna aan onderdoor. It broke my heart. Het brak mijn hart. What happened? New creature. Ik was een nieuwe schepping geworden. So God solved my first problem. Dus de Heere God heeft mijn eerste probleem opgelost. Through justification. Door de rechtvaardigmaking. Christ died for my sins. Christus stierf voor mijn zonden. Christ lived a perfect life for me. En Christus leidde een volmaakt leven voor mij. The moment I believed. Het moment dat ik geloofde. All my sins were forgiven. Waren al mijn zonden vergeven. And I was declared the righteousness of God in Christ. En ik werd gemaakt tot gerechtigheid Gods in Christus. My legal standing before God in Jesus Christ. Mijn juridische positie voor de Heere God in Jezus Christus. So I was no longer condemned. Was niet meer onder het oordeel. But also he solved the second problem. Maar hij heeft ook het tweede probleem opgelost. I was totally and completely under the power and in bondage to sin. Ik was volkomen onder de macht en gebonden aan de zonde. I loved sin. Ik hield van zonde. And I discovered new ways of doing it. En ik vond altijd weer nieuwe wegen om de zonde te praktiseren. But at the moment of conversion that power was broken. Op het moment van mijn bekering werd die macht verbroken. I no longer wanted sin. Ik wilde het niet meer. And although I still live in a body of flesh and I still sin, it is very different than before. En ook al leef ik nog in een lichaam des vleeses en ook al zondig ik nog, toch is het heel anders dan voordien. Sometimes people will ask a Christian. Soms dan vragen mensen een christen. When a Christian begins to talk about victory in the Christian life. Als een christen begint te spreken over overwinning in het christelijke leven. Some people will go, who do you think you are? Sommige mensen reageren dan met, nou, wie denk jij wel niet dat je bent? You think you're perfect, don't you? Denk je dat je volmaakt bent? You think you don't sin. Jij denkt dat je niet zondigt. Did I say that? Heb ik dat gezegd? No, I didn't say that. Nee, dat heb ik niet gezegd. So if you think that's what I'm saying, either you don't understand English or your own language. Dus als je dat niet begrijpt, dan begrijp je of de taal niet goed. Or you just don't understand anything. Of dan begrijp je gewoon niets. Listen to me. Luister. I got up this morning. Vanmorgen stond ik op. The moment I got up, did I love God as the scriptures demand? Op het moment dat ik vanmorgen opstond, hield ik op dat moment van de Heere God zoals de schrift dat vraagt van mij? No. Nee. Did I, when I got up this morning, glorify God with every thought as the scriptures demand? Vanaf het moment dat ik vanmorgen ben opgestaan, heb ik de Heere God verheerlijkt met al mijn gedachten, zoals de schrift mij daartoe oproept? No. Nee. Throughout this day have I struggled and prayed against sin. De dag tot nu toe heb ik vandaag de dag geworsteld tegen de zonde en gebeden voor kracht in die strijd tegen de zonde? Yes. Ja. But there is a great difference today than Paul Washer 27 years ago. Maar er is een heel groot verschil
tussen Paul Washer vandaag en Paul Washer 27 jaar geleden. I did not wake up this morning desiring to sin. Ik ben vanmorgen niet opgestaan met een verlangen in mijn hart om te zondigen. Like before. Zoals ik dat vroeger wel had. I did not wake up this morning looking for new opportunities to sin like before. Ik ben vanmorgen niet opgestaan en onmiddellijk op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden om te zondigen, zoals dat vroeger wel het geval was. I did not get up this morning looking for ways to appear religious while at the same time maintain a wicked life. Ik ben vanmorgen niet opgestaan met het verlangen om ogenschijnlijk vroom te zijn en onderwijl door te gaan in een heel zondig leven. I woke up this morning desiring to love and serve my God. Maar ik ben vanmorgen opgestaan met een diep verlangen in mijn hart om de Heere te dienen en lief te hebben. I woke up this morning desiring to be obedient and pleasing to Him. Ik ben vanmorgen opgestaan met een verlangen in mijn hart om Hem gehoorzaam te zijn en om Hem plezier te doen. And I woke up this morning with a little bit of failure, with a little bit of fear that I might fail Him. En ik ben vanmorgen opgestaan met een bepaalde angst in mijn hart dat ik misschien zou falen ten opzichte van hem. But my fear was taken away by the grace and the salvation I have in Jesus Christ. Maar de Heer heeft mijn angst ook weggenomen door het heil dat er is in Christus Jezus. And I woke up this morning. En vanmorgen ben ik opgestaan. A little bit sad. Ook een beetje droevig. Because last night I did not live for Christ as I wanted to. Omdat ik gisteravond niet voor de Heer Jezus, voor Christus heb geleefd zoals ik eigenlijk had gewild. I did not reflect his glory as I had hoped. Ik heb gisteravond niet zijn heerlijkheid weerspiegeld zoals ik had gehoopt. But I was not in despair. Maar ik was niet wanhopig. Because I know that he who began a good work in me will finish it. Want ik weet dat hij die een goed werk in mij is begonnen, dit zal voortzetten en zal volmaken. There is a sense, my dear friends, in which we should be serious about our sin as Christians. Op een bepaalde wijze moeten wij als christenen inderdaad heel serieus zijn ten aanzien van de zonde. And the Bible says, blessed are those who mourn. En de Bijbel zegt, zalig zijn zij die treuren. But blessed are those who mourn because they shall be comforted, not because they mourn. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Mourning is not the goal in the Christian life. Dus het zalig zijn zit hem niet in het treuren, maar het zalig zijn zit hem in het vertroost worden. Dus het treuren is niet het doel van het christelijke leven. But the comfort and joy we receive through Jesus Christ our Lord. De troost en de vreugde die wij ontvangen door het geloof in Jezus. Now, one last thing. Nou, tot slot. If I believe, like some people say, that I am still just a wicked, sin-loving, depraved human being. Nou, als het waar is wat sommige mensen zeggen en geloven, dat ik als christen nog steeds een verdorven en een heel slecht en een zonde liefhebbend mens ben. Then when the devil comes, dan op het moment dat de duivel komt. And he tempts me, en hij verleidt mij. Here is sin. Hier is zonde. What am I to do? Wat moet ik dan doen? Well, okay. Well, okay. You're right. Je hebt gelijk. I'm still a wicked, sin-loving, depraved sinner. Ik ben nog steeds een slechte, verdorven, zonde liefhebbende zondaar. You're right. If I follow you, I'll have a better time. Je hebt gelijk. Als ik jou volg, heb ik een goede tijd. Because, you know, that's just what I am. Want dat is gewoon wie ik ben. There's not much power in that, is there? Daar zit niet zoveel kracht in, hè? But if the devil walks in. Maar als de duivel tot mij komt. And says, here's sin. En die zegt tegen mij, hier heb je zonde. And I look at him. En ik kijk hem in de ogen. And I say, you have no place with me. En ik zeg tegen hem, je hebt geen plek in mijn leven. I am a child of God. Ik ben een kind van God. I have been recreated. Ik ben opnieuw geboren. I am a new creature. Ik ben een nieuw schepsel. I belong to him. Ik hoor bij hem. And that sin that you're offering me. En die zonde die je me nu aanbiedt. If I am deceived and I do take a bite of it. Als ik me zou laten verleiden en toehap. I will be sick. Dan zal ik er ziek van zijn. I will be nauseous. Dan zal ik me verschrikkelijk voelen. I no longer belong to that world. Ik behoor niet meer tot die wereld. I live in a different realm now. Ik leef nu in een heel andere sfeer. I am a different person. En ik ben een ander persoon. And I belong to a different Lord. En ik hoor aan een andere Heer. See the difference?
Zie je het verschil? It's a real difference. Het is echt een verschil. Let's pray. Laten we bidden. Father, what a great salvation is ours. That you would take away all our condemnation and lay it upon your Son. That he would die once and for all for the sins of his people. That he would expiate our sin, that he would carry it outside the gates of the city so that it would be ours no more. That you have taken our sins and removed them as far from us as the east is from the west. That, Father, we stand before you clothed in the righteousness of Jesus Christ. We are not boasting in our own righteousness, but we are boasting in what you have done for us. And we accept it. And we rejoice in it. And we stand in it. And Lord, we thank you for the work of regeneration, whereby you changed us. You took out our heart that hated you and replaced it with a heart that loves you. You took out our heart that loved sin and hated righteousness, and you replaced it with a new heart, recreated in your image in true righteousness and true holiness. And we thank you, Lord, that we no longer belong to the kingdom of darkness, but we have been translated into the kingdom of your dear Son. And we so appreciate, dear God, that we no longer are slaves to sin, but can offer the members of our bodies as slaves to righteousness. And that we have victory, even over sin, even over the devil, even over this fallen world, not by our own hand, but by the power and the glory and the honor and the greatness of Jesus Christ. And we stand in this inheritance that you have given us. And Lord, we will not allow anyone to rob us of this great gift or take away our joy. Be glorified, Lord, in your people. And let your people know that they are loved, they are forgiven, they are changed, and they are being changed from glory to glory. And that one day they will stand before you without spot and without blemish. And oh God, the one who has the smallest repentance, the one who has the smallest faith, let them come and drink of that fountain freely. Oh God, there may be people here this morning who are saying, but is this for me? Is this for me? Oh dear friend, do you want it? Do you desire it? Then come. Are you thirsty? Come. Are you hungry? Come and drink freely. Eat without cost. Oh God, that salvation may visit many, many households. In Jesus' name, amen. Amen. I don't care who you are. Het kan me niet schelen wie je bent. I don't care what you've done. En het kan me ook niet schelen wat je hebt gedaan. Jesus Christ is a mighty Savior. Maar Jezus Christus is een machtige verlosser. There is an old Calvinistic hymn that says the following. Er is een oud Calvinistisch lied dat het volgende zegt. Sinner, do not wait. Zondaar, stel niet uit. Until you think you're ready. Totdat je denkt dat je klaar bent. Or till you think that you are repentant enough. Or till you think that you believe enough. Of stel niet uit tot het moment dat je denkt dat je genoeg tot inkeer bent gekomen of genoeg bent gaan geloven. Because if you wait until you're ready, you will never come at all. Als je wacht totdat je klaar bent, dan zul je nooit komen. Do you? Are you sitting there right now thinking, I'm lost, I'm lost? Als je hier vanmorgen zit en je denkt bij jezelf, ik ben verloren, ik ben verloren. How do you know that? Hoe weet je dat?
Sinners do not know that. Zondaren die weten dat niet. Wicked hardened hearts do not know that they're lost. Slechte en verharde harten die weten helemaal niet dat ze verloren zijn. But if you truly know you're lost, that's evidence of a work of God. Als je werkelijk gelooft dat je verloren bent, is dat een bewijs van het werk van God. You say, "Oh, I desire to be saved." Je zegt misschien, "Oh, ik verlang er zo naar om behouden te zijn." You do? Heb je dat verlangen echt? Where do you think that desire comes from? Waar komt dat verlangen dan vandaan? It comes from him. Het komt van hem. So come to him. Dus kom tot hem. Believe in him. En geloof in hem. Throw yourself upon him. En werp jezelf op hem. Cry out to him. En roep uit tot hem. Oh God, save me. O God, wees mij genadig. En red mij. And he will be mighty to save. En hij is machtig om te redden. He is a great savior. Hij is een machtige redder.